Normaliter bij een dilemma moet je vaak kiezen tussen twee kwaden. Tussen twee opties, twee handelingsopties die allebei onaantrekkelijk zijn. Die allebei niet vertegenwoordigen wat je eigenlijk wil doen. En bij het kiezen tussen twee kwaden is er eigenlijk ook nooit een goede oplossing. Je doet het altijd verkeerd. Het maakt niet uit wat je doet, het maakt niet uit wat je kiest. Er gaat altijd... Het kost altijd iets. Het is altijd verkeerd. En in dit geval is het eigenlijk, vind ik, heel duidelijk wat er moet gebeuren. Ik vind het heel duidelijk dat de embryoloog de waarheid moet vertellen. Denk aan je carrière, Isa. Je vergooit hem. Voor mij is het geen vraag welke weg nou de beste weg is. Er is maar één weg de beste weg en dat is de waarheid vertellen. Alleen, die gaat gepaard met een ongelofelijke tragedie. Met een ongelofelijk verdriet. En eigenlijk is het een soort van noodlottig bijna iets. Eerder dan een dilemma. Je weet wel wat je moet doen, je moet de waarheid vertellen, maar dat is tegelijkertijd een heel gruwelijk iets. En dat is eigenlijk meer het kenmerk van een tragedie, waarin het noodlot je stuurt naar een soort van onvermijdelijke uitkomst, die verschrikkelijk is, maar waar je eigenlijk niets aan kunt doen. Soms loopt het anders dan je zou wensen. Ik zie jullie straks. Wat is moederschap? Moederschap bestaat wat mij betreft uit een heleboel componenten. Maar als je het zo de vraag stelt, wat is moederschap? Dan kun je dat natuurlijk, je kunt dat heel genetisch opvatten. Dus ik heb een eicel, die versmelt in een zaadcel en er komt een kindje uit voort. En dat is dan mijn kind. Maar je kunt het ook biologischer zien en dat kon voorheen niet. Maar je kunt ook nu tegenwoordig, sinds een enkele decennia, kun je ook zwanger worden van iemand anders, een kind. Dat is natuurlijk iets heel nieuws. Maar dan heb je dus wel biologisch moederschap zonder dat er een genetisch moederschap aan vastzit. En dan heb je natuurlijk het sociale moederschap, het sociale gedeelte. Het is helemaal niet duidelijk welke van deze factoren nou, misschien is dat voor iedereen wel anders, welke van die factoren nou zo de doorslag geeft. Ik heb zelf 3 kinderen die helemaal niet zozeer op mij lijken. Dus ik zie, de verwantschap ervaar ik niet als genetisch, maar misschien wel als biologisch. Ik heb ze allemaal gedragen en gevoed en verzorgd. En ik ken ze gewoon heel goed, omdat ik degene ben die voor ze moet zorgen. Dus mijn moederschap omvatte wel al deze componenten, maar er zijn ook heel veel mensen die één van deze componenten missen en natuurlijk net zo goed moeder kunnen zijn. En zeker in deze tijd waarin heel veel gezinnen op heel veel alternatieve manieren kunnen zijn samengesteld. Dat zijn allemaal vormen van ouderschap natuurlijk. Het hangt helemaal niet alleen maar meer af van dat genetische component. We kunnen daar juist vrij van zijn en toch nog ouders zijn. Dat is juist aan deze tijd wel zo bijzonder.